eens even kijken hoe het met mijn collega gaat. Even kijken. Zo, chef kok. Jij bent goed bezig. Ik ben net bezig met de soep. Niet storen nu. Oh, wat lekkere soep zeg. Oh, wat lekker. Er zit echt heel veel water. Hoeveel liter zit hierin ongeveer? 1500 liter. Oh, 1500 liter. Er gaat dan een kuppensoep in. Oh, lekker. Daar gaat-ie. Oh, ja. Oké. Okay. Zal ik even helpen met roeren? Ja, doe dat. Ja, dan gaan we even een beetje zo. Hey, als de soep klaar is, hè, niets nuts. Moet dan niet eens gaan denken over de pepernoten? Want het... De pepernoten, ja. Recept? We komen gewoon bij de spar, joh. Dat is hartstikke makkelijk. Nee, maar we zijn hier in de bakkerij, in de keuken. We moeten... Alsof jij wat kan met die... Kom op, zeg, we gaan kopen. Dus we gaan ze gewoon kopen, maar... Dan doen we gewoon alsof. Ja, alsof we ze zelf... Dat vertellen we dan niet. Nee, dat is goed. Ja, nee, prima. Ja. Lekker joh. Lekker. Misschien iets minder water in, maar... Ja, zo. Zo, dat was goed gegaan. Dat gaan we nu eens eventjes bezig met de pepernoten. Dat Sinterklaas verhaal, dat is toch, heeft toch iets moois. Ja. Hè? En vooral ook zoals het vroeger was. Vroeger, precies. Ja, dat vind ik dan persoonlijk. Ja, dat vond ik ook gewoon meer, een beetje met die sfeer, met kinderen bang maken en lekker leuk. Met iemand in de zak stoppen. En nou, je het daarover hebt, hè? Ik heb nog een heel mooi filmpje op mijn app, telefoon. Kijk, 1938, dat is kwalijk. Een filmpje uit 1938, jouw geboortejaar. Ja. Daar gaan we weer. Ja, echt gewoon. Ja, echt ook helemaal zwart. Ja. De zak, hè, weet je wel. De zak, ja. De roede. Oh, bange kinderen, zie je dat? Ja, fantastisch. Ja, daar houden we van. Terug naar vroeger, hè. Zo, kijk, dit is echt heel modern, zo'n telefoon. Wat gaan wij doen? Maar ik zeg terug naar vroeger. Ik ook. Ja, want toen was er gewoon alles veel meer, ik weet het niet. Echter, gewoon meer, echter, spannender ook. Ja, weet je wat? Gewoon met een roe. Echt, je kreeg gewoon echt zo... Als je, en dan werd je in de zak gestopt en dan moest je mee naar Spanje en pepernoten maken. En je kwam nooit meer terug. Nee, nooit meer terug. Echt, gewoon echt die sfeer. Wij gaan naar Sinterklaas, denk ik. Daar wil ik naar terug. Dan gaan we eens eventjes, we moeten Sinterklaas opzoeken. Ja, eens even kijken waar die zit. Dat was echt geweldig. Hè. Die kinderen die dan echt niet mee wilden in die zak. En die kon je daar zo lekker in stoppen. Kijk nou eens even, dat komt heel goed uit. Dag Sinterklaas. Dag. Dag Zwarte Piet. Hallo. Wij hebben ons een beetje bezig gehouden met Sinterklaas. En wij zijn bezig met de pepernoten. Ja. En al pratend kwamen wij op een heel goed idee. Ja. Wij gaan terug naar vroeger. Naar de oude tijd. De roe en de zak. Naar vroeger, dat kan toch helemaal niet? We moeten vooruit. Nee, je moet de kinderen niet bang maken. Want dat is uit de tijd. Uit de tijd? Uit de tijd, waarom? Dat is juist prima, gewoon lekker nostalgisch. In de toekomst gaan we pepernoten online bestellen. En de kinderen komen ook naar Spanje toe. Om te logeren. Nou, ik zie ook aan jouw gezicht dat jij het daar niet mee eens bent. Joh, wij zijn het daar niet mee eens. Nee. Wij zijn daar echt tegen. Wat zit u daar eigenlijk te doen? Ja. Nou, het boek dat heb ik in Spanje gelaten. En alle namen van de bewoners, dat staat tegenwoordig gewoon in de computer. Alles gaat zo snel via internet. Dat boek. Ja, wat is er nou mis mee? Dat was juist zo leuk, dat grote boek. Ik begrijp die hele discussie niet. Wat maakt dat nou uit? Gewoon, dat boek is toch gewoon prima? Ja, prima. Ik ben tegen. Ja. Tegen. 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 Ja, ik ook. Tegen. Ja, maar jongens, dingen veranderen helemaal. Oh ja? Ja. Ja, maar wij zijn daar tegen. Ja. Oh. Dat dingen veranderen. Ja, ik vind ook gewoon... Ik vind dat moeilijk om te zeggen, maar ik ben tegen. Nou, wen maar een beetje aan die veranderingen. Want volgend jaar wil ik er een beetje anders uitzien. Moderne kleren. En misschien scheert de Sinterklaas zijn baard wel af of zo. En Piet, die moet ook een modern pak aan. Ja, dat zal wel wat zijn, ja. Hé, hey, maar Sint, zullen we even naar de...
nieuwe winkel gaan, de Bergshop. Kunnen we alvast nieuwe kleren uitkiezen? Nieuwe kleren? Voor Zwarte Piet en nieuwe kleren voor een maatpak? Nou, ik ben tegen. Ik ben gewoon tegen. Maar ik vind het goed. Ga maar. Ga maar gewoon lekker. Ga maar gewoon lekker naar die nieuwe winkel, naar die Bergshop of hoe het heet. En maar stuur dan maar gewoon een foto. Ja, naar mijn mobiele telefoon. Dat is ook heel modern, toevallig. Stuur maar een lekkere foto, hoe jullie er dan uitzien. Zo, nou, ga maar lekker hoor. Ja, dan gaan wij wel even zingen. Ja. Dag Sinterklaasje, dag, Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag. Ja, nou, ik ben gewoon tegen. Ik ook. We gaan er wat aan doen. Wacht even die foto af, hè. Dan kijken we wel. Hallo, waar hangt hier de kleding? Die hangen sinds kort daar. Nou, bedankt. Kom maar mee, Piet. We gaan even wat moois uitzoeken. Kijk, ja. Gaan we een heel mooi uit kiezen. Kijk, Piet, die jas die lijkt me wel wat. Ja. Zo, mooi. Die nemen we mee. En Piet, ik heb hier ook een leuke hoed. Die lijkt me ook wel wat. Ja, die is vind mooi. Mooi? Ja, is mooi. Mooi. Dan doen we die ook. Zo. Kijk, en dit lijkt me ook wel wat. Zo, kijk. Piet, zullen we eens kijken of het past? Ja. En deze lijkt me ook wel wat. Oh, die is mooi. Mooi. Ja. Ja. Doe die er ook maar bij. Ja, dan lijkt me die sjaal ook wel mooi. Ook wel heel, ziet er mooi uit. Wat een leuke winkel is dat toch, die Bergshop. Moet je licht hebben, Sinterklaas? Nou Piet, nou krijg je nog wat smink van me, wat mooie gele vegen. Ja. En dan moet het wel goed zijn, zo hè? Ja, dat... Ben je tevreden? Ja, ik ben tevreden, ja hoor. Dat is... Zo, dan gaan we. Gordijntjes open. Wijnen. Zo. Nou Piet, zullen we eerst even een selfie kijk, sturen? Kijk, ja, natuurlijk. Naar ja, de chefkok aan niets nut. Ja, zo. Tuurlijk. Zo. Een selfie. Ja, die stuur ik gelijk even. Sturen. Op. Ja, zo. Prima. Zo, zo. Even kijken, want ik krijg een appje. Echt waar? Een appje heb ik, ja. Eens even kijken. Foto. Met een foto. Met een foto. Pardon. Wat is dat nou? Dit is een foto, dit is een selfie. Van weet Sinterklaas? Je, een selfie van Sinterklaas, maar dat ziet er toch niet uit. Ziet er niet uit. Dat is echt gewoon veel te modern. Heel modern. Nee, dat gaat helemaal niet goed komen. Daar moeten we iets, we moeten wij iets gaan doen. Naar hem toe. We moeten het doen. We gaan naar hem toe. Ja, we gaan naar hem toe. We pakken we een, gaan zo pakken snel een mogelijk voetbal. Gaan we daar naartoe. Regel iets. Ja, regel iets. Doe dan iets. Oh, ja, daar komt de kar. Oh, waar? Die moet eruit. Ja, jij kan rijden. Jij kan rijden, chef. Ja. Zo, hè? Nou, zo. Die kar, hè? Ja. Een deukje of twee meer niet. Ja, nee, drie. Het waren drie deuken. Maar dat, ja, dat waren er maar drie. Maar luister eens even. Nog even over die foto. Want dat kan echt gewoon niet, hoor. En ik bedoel, die hele boel wordt maar gewoon... dat komt. Hoe komt dat allemaal? Ja, daar zou je hem hebben. Ja, dat is namelijk Jeroen Pauw. Ja.
Jeroen. Van de televisie. Ja, Jeroen van de televisie. Kom jij maar eens eventjes hier, Jeroen. Nou, ei van de week. Dan mocht je willen. Nee, zeg, wil jij helemaal ophouden met dat moderne gedoe? Ja, want daar komt het door. Door de televisie. Al dat moderne gedoe, dat willen wij niet. Jeroen Pauw, daar zijn wij tegen. En Spanje en dat soort dingen. Wij zijn... Jij bent de eerste. Wij gaan terug naar vroeger. En kom jij maar eens hier. Kom jij maar eens hier. Nee, niks. Ja. Geef hem. Nee, ik hou hem vast. Ik hou hem vast. Ja. Nee, je mag geen ei van de week. Ja. 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 Hier. Zal je krijgen. Zal je krijgen. Ja. Pak hem, pak hem. Pak hem, pak hem. Ja. Goed zo. Lekker. We hebben hem vast. Ja. Heb hem zo. Ja, we hebben hem. We hebben hem. Sinterklaas! Nee, naar Spanje! Sinterklaas, pak hem! Sinterklaas, pak hem! Neem maar afscheid van je kijkers! Neem maar afscheid van je kijkers! Hé! Oh, stop daar nou eens mee! Wat zijn jullie helemaal mee bezig? De zak die bestaat al lang niet meer. Jeroen heeft helemaal niks gedaan. Ja, Jeroen mag zijn schoen zetten vanavond. Oh, Jeroen mag zijn schoen zetten. Ja. Oh. Dus iedereen mag zwaar doen wat hij wil met Sinterklaas. Ja, dus jullie bedoelen eigenlijk ook een beetje te zeggen van... wij houden meer van ouderwets. Ja. En er zijn ook mensen die houden van modern. En we moeten het gezellig houden met elkaar. Gezellig houden. Als kinderen gewoon cadeautjes krijgen, dan vinden ze een moderne Sint helemaal niet zo erg. Wij moeten hem bevrijden. We moeten hem bevrijden, ja. Ja, kom maar. Kom maar hoor, Jeroen. Het is al goed. Het is al goed. Het is wel een andere meter, of niet? Heb je gehoord wat de Piet zei? Nou, wat dan? Nou, je mag je schoen zetten. Oh, wel. Ja, en ik hoef niet in de zak. Nee. Dat is al jammer. Niet. Ik zei het tegen ze. Nee, maar misschien kan je dan wel een liedje zingen voor Sinterklaas. Ja, ik een liedje zingen. Dat is ook. Ja, maar dan geef ik een liedje zingen. Ja, nou wordt hij mooi. Zingen, ja. Sint, wat vindt u ervan? Wil je wat in je schoen of niet? Nou, samen dan. Oké. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is zo baas. Dag luister naar ons. Tot de volgende keer. En vergeet niet, hè, als je pepernoten bijvoorbeeld ook wil kopen. Bij de Spar. Ja.